Welkom terug bij de wereld van Karsten. Vandaag heb ik de Lego Avatar set, Payakan de Toolkoen en Crepsuit. In deze set zitten drie figuurtjes. Dit is het krabvormig onderwatervoertuig. De vier poten kan je openplooien. De voorste armen kunnen bewegen. In deze cockpit kan je een figuurtje zetten. Aan de zijkant van de cockpit zijn er twee noppenschieters. Aan de achterkant is er een propeller. Dit is een stukje zeebodem waarop je het onderwatervoertuig kan plaatsen. Dit is Payakan. De vinnen aan de zijkant kunnen bewegen. De staart kan omhoog en omlaag. Ook de staartvin kan bewegen. Je kan de bek volledig openen. Dit is een stukje zeebodem waarop je Payakan kan plaatsen. Als jullie het filmpje leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal onder mijn video. Doei!